Het is wel leuk. En zo mooi versierd alles. Ja. U ook van harte geluk gewenst. Dat we hebben gewoon leren kennen nemen. Nou, dat was in 1945 bij de zilverbruiloft van Kobus en Reigers. Ja. Want wij mogen door dan zondags is in de stal gaan dansen. En ja, daar liep zo'n zwart metje rond. En daar had ik wel een oorsknop. Ja, ik zag hem ook wel zitten natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik was pas 14 jaar toen. En hoe lang hebben jullie verkering gehad? Of de? Van de 17 jaar af, zo stiekem. Ja, en mijn 19 ben mij. Zijn we begonnen van huis, hè? Mijn 19 jaar. Het was dan zo stiekem, hè? Ja. Voor die tijd de fietsenbaan leeg laten lopen. En dan ergens op gaan pompen, dat weet je wel. Kon altijd wel een smoesje verzonnen worden. Ja, om daar binnen te geraken. Ja, ja, ja. Jullie trouwdag, hoe zagen die ongeveer uit? Kunnen we daar een korte beschrijving van geven? Louis, dat was zo warm, hè, jongen. Ja. Dat was 30 graden warm. Dat trouwfeest, kun je daar iets van zeggen? Was dat in een zaal of in een... Ik was thuis in de stal. Ja, ja. We zijn met twee getrouwd, hè. Ja. Heb je dan de stal... De stal, hè. Schoongemaakt? Ja. Twee dagen gefeest, hè. De eerste dag voor de ooms en tantes. En de tweede dag voor de neven en de nichten, hè. Wat waren de werkzaamheden? De tuinbouw? Ja, eerst waren het koeien en graan natuurlijk, hè, want dat was vroeger allemaal. Hè. Ja. En ja, toen werden de bedrijven kleiner, want ze moeten gedeeld worden en dan komt er tuinbouw. Ja. En dan liet je ook altijd mee in de, met plukken met aardbeien? En, Ja, altijd mee geholpen. Er was niks mooier als je samen naar de akker kost gaan. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En dan picknicken ergens. Kunnen jullie nog iets hoogtepunten of dieptepunten opnoemen dat je zegt van nou dat... Gerokt allemaal mensen kwijt. Gerokt eerst de oude lui kwijt en dan gerokt broers en zusters kwijt. Ik weet het allemaal nog. En het aardigste was wel natuurlijk van Bert, maar ja, dat moeten we nemen. Hè. Hoeveel kinderen en kleinkinderen hebben jullie? Wij hebben 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. 8 kleinkinderen, -1. Min Bertie Strafgewallen. Hebben nog 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Wat was jouw grootste hobby? Ja, dat was natuurlijk de fanfare wel. Hè. Met trouwen hebben ze geweest. 25 jaar getrouwd. 40 jaar getrouwd. 50 jaar getrouwd. 60 jaar getrouwd. Ja. Nou, dat... Och, we gaan nog met een bejaarde mondkaarten en ik ga zullen. Dat doe ik ook wel. Maar ja, het wordt wel minder worden, maar ik kan toch... ik speel mijn partijken nog wel, hoor. Nou, ja. We zijn nog gezond. Ja, overal kraakt het en piept het wel eens een beetje, maar... Om nou te zeggen, echte ziek niet. Nee. Dan mag je heel blij om zijn. Nee, we zijn daar heel dankbaar voor. Ja.